Tof kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. Met vandaag weer de nieuwe Arnes Slot Note Career Motor. Vandaag gaan wij deze aflevering starten met de wedstrijd tegen PSV in de competitie, de Topper. voorafgaand van de wedstrijd tegen Manchester United in de Champions League gaan we nu kijken wat we kunnen doen in de Topper. Met onze vaste We zijn er aan begonnen. En Feyenoord met detecteert of detecteert. Eerste kwartier hebben wij zit. Galaccer probeert de bal af te geven. Lukt niet. Dus PSV weer met de omschakeling. Vertessen. En komt er komt een gevaarlijke kans aan voor Madoeke. De, ge de gevaarlijkste aan PSV. En die schiet hem niet binnen. De redding van Bailo. Was de eerste kans voor PSV. Was geen redding. Want het was gewoon een doeltrap. Dus de bal is naastgeschoten eigenlijk nog. Door Madoeke. Feyenoord nu met de bal zit. Komt Feyenoord nu met de aanval. Mancini. De jeugdspeler komt daar langs. Mancini. Wil dit jaar poppen als een goede speler? Misschien qua assisten. Want hier schiet Garlatcher op voorzet van Mancini de 1-0 binnen. En ze komt vaak op voor voorsprong in de 18e minuut door Garlatcher. Voorzet van Mancini. 1-0 is het voor Feyenoord. Wel hier nu voor PSV Rosario. Maar de weken. Oppassen nu voor Feyenoord. PSV wat er uh, weer uit te komen. Koelebali goed onderschept. Goede paas op um, Kramer. Kramer. Martijn Kramer. Komt hij er langs. Kramer. Floranus. Naar Koelebali. 23e minuut. Galatje. Galatje. Goed. Hier de kant. Silva. In de handen van uh, de doelman. Dat had zomaar 2-0 kunnen zijn. Maar hij krijgt er niet in. We zit er nu voor PSV die weer de avond zoekt. Maar de weken. Maar de weken. Feyenoord de bal eigenlijk zo snel mogelijk terug wil hebben daar. Half uur gespeeld. 1-0. maker Galacher. PSV komt daar toch nog knap uit. Maruweke. Oppassen nu weer. Rosario. Rosario komt hij daar langs. Rikiek? Nee. De bal is voor Feyenoord nu weer. Galacher, Goed. Kulebadi. En één keer nu op Aljufits naar Kramer. Martijn Kramer. Dan met zijn voorzet. Kramer. Ja. Silva. En het is 2-0 voor Feyenoord. Het is Silva met zijn doelpunt. Fabio Silva en 2-0 voor de ploeg uit Rotterdam Zuid. Het is de uiterste uit de topper in de Eredivisie en 2-0 is het. De eerste helft nog steeds in minuut 40. 2-0 voor Feyenoord en Feyenoord lijkt meer te willen Na die 2-0 van Silva. Hier Aluovic, hij moet een perfecte paas op Mancini dan. Mancini voor zijn doelpunt, nee de redding van de doelman. Voor de kans op het doelpunt van Mancini, maar hij krijgt hem er dus niet in in de eerste helft. Die bijna voorbij is bij een 2-0 voor Feyenoord. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen? Ik denk niet veel in deze eerste helft. Maar hoe heel goed. Koele Misschien nog één laatste kans in die eerste helft. Hoeveel extra tijd krijgen we? Galatscher. Eén minuut extra tijd. En hier de redding van de doelman van PSV. En in één minuut komt er nog één laatste kans aan. Voor een 3-0. En komt hier de kopbal, maar die gaat over. Had zomaar. De 3-0 kunnen zijn. Maar we krijgen hem er niet in. We krijgen er hem er niet in. Tussen de tweede helft weer. 62 e minuut. Kans weer. Afverdedigers doen het goed. Arrujo en Bailo Eigenlijk Bal gelukkig klem. Maar het is een strafschop. Ja. Het is een strafschop voor PSV. Bal tot de stip. Op het moment dat je het niet verwachtte. is de strafschop voor PSV. En kan Bailo dan de bal redden? Ja, dat doet hij. Goed gedaan. Justin Bailo. Bal dan nu voor Veinert. Arrujo. Goed. Arrujo. Estopinan. Estopinan ziet daar Silva vertrekken. Silva binnendoor richting Kramer. Martijn Kramer en Alujovic. En de redding van de doelman. Karstorp gaat er nog niet inkomen. Eerst gaan we hier de hoekschop krijgen. In minuut 66 voor Feyenoord. Korte hoekschop gaat naar Estopinan. Wordt daar onderuit gehaald. Doorspelen, zegt de schuif, zegt de PSV nu met de bal bezit. En Feyenoord nog steeds op 2-0. Maar de tweede helft, nauwelijks iets gebeurd is. Ja, de strafschop voor PSV. Die gered werd door Bijlo. Sangare. PSV nu weer op jacht. Goed onderschept. Leek het. Maar de bal toch bij Rosario terecht komt. Maar door Weken. Sangare. Kan Feyenoord de bal terugkrijgen. Nee, gevaarlijk spel. Piero onderschept nu Ester Pinan. Goed gedaan. Rekiek. Eén keer op de flanken naar Kramer. De aanvoerder. Martijn Kramer. Goed. Aluovic. Ziet nu Silva. Silva gaat naar Garatja. Kan ze tweede maken. Maar dat doet hij ook zeker. Het is 3-0 voor Feyenoord. in de tweede. Van het Laatste kwartier nog te gaan. En het is de 3-0 voorsprong. Dan toch nog uiteindelijk voor Feyenoord. Doelpunt van Galatasaray zijn tweede. Aljouwits. Paas dat maakt naar zichzelf. Aljouwits probeert het van een prachtige afstand. En dat doet hij ook. Dolman Aluovic met de 4-0. En dan beslist hij hiermee toch wel de topper in de Eredivisie tegen PSV. De hele wedstrijd zie je hem niet. En dan schiet deze prachtige bal binnen. Dolman Aljouwits. De man die opstond toen Martens vertrok. En nu dus... Het beste is, wil niet zeggen, op het veld. Mancini naar de kant, niet gezien vandaag. Ja, met de voorzet wel. En Chong zijn vervanger, die we ook eigenlijk niet gezien hebben de laatste tijd toen we hem kochten. Nog vijf minuten officiële speeltijd. 4-0 voor Feyenoord. Door het prachtig afstandsschot van Aluovic. Een prachtig doelpunt ook. Wel hier bij Kramer. Kramer gaat één keer door naar de andere flank Naar Chong. Die kan de bal niet controleren. De bal is weer voor PSV. Iataren. Iataren en uh, Pirou. 88e minuut loopt. 4-0 voor Feyenoord. Rosario, Sangare, Madeweken. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen in de laatste minuten van de wedstrijd? Waar PSV tot nu toe nog een keer uit probeert te komen voor een doelpunt. Überhaupt voor een doelpunt. Maar Feyenoord laat het niet gebeuren. Of dan toch? Nee, dat doet Rikiek dat goed. We bal weggewerkt. Twee minuten extra tijd. Want al één verstreek is. En de ingooi is voor, voor PSV. Madeweken naar de kant bij de Eindhoven naderen. Bulter zijn vervanger. Rosario hier en is het klaar. Feyenoord wint met 4-0. Door het prachtige afschot van Aluovic... en twee doelpunten van Galatjoanander is het dus 4-0 geworden. En dan gaan we nu de wedstrijd in tegen Manchester United. We krijgen een transfer van de Ven gaan we uitlenen, maar we krijgen een transfer aanbieding op Justin Bilo van Bayern München. Een ruildeal voor Walker Peters, maar ik wil geen ruilspeler in betrekken. Ik wil gewoon direct een transfer som. Ook al hebben we echt ziek veel geld voor Feyenoord zijnde, wil ik wel gewoon een hoop bedrag voor Justin Bilo. Want het is, een, het is onze beste doelman. 87 algemeen, 25 jaar. Ik ga een bedrag van 130 miljoen vragen. En daar gaan ze niet. Oh, 111 vind ik te weinig. Ik blijf bij 130. Gaat Bayern München ermee akkoord? Daar gaan ze niet mee akkoord. Hij blijft dus volgens nog gewoon bij ons. En vertrekt dus niet naar Bayern München. Wij hebben nu de wedstrijd tegen Manchester United in de Champions League. Kunnen we deze wedstrijd winnen? Met wel wat aanpassingen aan het begin van deze wedstrijd. Koerabali krijgt rust. Zijn vervanger wordt naar Martini. Moet ik even over nadenken. Misschien verander ik dat toch naar uh, Bowman. Rikikik krijgt de rust. Van den Bos gaat spelen. Vooralus gaat eruit. Karstop gaat spelen. Estepignan gaat eruit. En Nijs gaat spelen. De Berg, Kramer. De Graaf gaat spelen. En dan hebben we hier dan toch Bowman die ik ga laten starten. In plaats van uh, Martini. En dan gaat hier dus Van den Berg ook een uh, speler die mag beginnen. Dat is het een beetje de elf die we zo hebben. De bank ook een klein beetje aanpassen met wat spelletjes die we wat vaker moeten. Doen. Echt wat spelers of vaker gebruiken of gewoon gaan uitlenen. Want we merken al dat we heel veel spelers niet echt omhoog gaan. AB, AB, AB. Gaat weer in de plaats van Mancini zijn eerste minuten maken voor Feyenoord. De Japannen die we gehaald hebben qua manager rating omhoog te krikken. Dus die gaat nu dus zijn eerste minuten maken. kijk of hij zich kan laten zien. Met de eerste 20, eerste 20 uur terug gespeeld te hebben. Bij 0-0 stand voor Feyenoord. Uh, tussen, Man, uh, tussen Feyenoord en Man United. En wij komen voor het eerst uit nu. Silva. De voorzitter is goed. Kopbal van Van den Berg. Maar hij krijgt toen niet in de bal in de handen van De Gea. Zo dus het Feyenoord eerste kans. Maar het blijft nog steeds 0-0. Hier de bal nu. Clifford Lewin. Kan Feyenoord die bal daar uh, in eigen bezit krijgen? Volgens nog niet. Er dus het is nog steeds Manchester United. Die ook niet een beste elf op opgesteld, zo te zien. Knaagbi dan nu. Gnagbier, er komt de kans in het bal van de lijn gehaald door Karsdorp. Goed gedaan door de oude aanvoerder Rick Karsdorp. En dan heeft Feyenoord hier toch gelukkig de doelpunt kunnen voorkomen. Door goed verdedigend werk van Rick Karsdorp. Beide was al gezien. Eerst zat zit het ondertussen bijna op bij de 1-0 voorsprong van Feyenoord. Doe maar 1-0. Heb ik de 1-0 wel ingezet? Volgens mij ben ik het even helemaal. Geen idee, ik ben het even helemaal kwijt. Maar we zijn wel 1-0 voor, dat is natuurlijk mooi. Ik ben even helemaal kwijt wie het ook weer gedaan heeft. Het is in ieder geval nu wel hier een strafschop voor het moment 6 uur 9 Dit overtreding van Karsdorp. We net nog de club redden. Zo hij hier een strafschop. Wordt het dan bijlo? Ja, het is weer bijlo. Op de strafschop van volgens mij Rashford is het nog steeds gewoon 1-0 gebleven. En gaat varen dus de rust in met een 1-0 voorsprong. Ik ben nog steeds vergeten hier de 1-0 in te zetten. Neem me daar niet kwalijk voor. Hier de bal voor de graaf. Begin van de tweede helft. De Graaf met de voorzet. Goede voorzet. En ja hoor, het is de 2-0. Het is van den Berg met zijn doelpunt. 2-0 voor Feyenoord. Thomas van den Berg. En 2-0 is het voor de Rotterdammers. Mocht starten tegen Manchester United. De eerste was trouwens in minuut 40 van Silva. Ik ben dus vergeten erin te zetten. Neem me kwalijk. Silva dus met die 1-0. En de 2-0 nu in de tweede helft van van den Berg. In de, eerste, de eerste helft is al lang voorbij. De tweede helft nu, 56e minuut. Maar nu, Mens United op jacht gaat naar een doelpunt. Maar Van den Bos verdedigen ze er goed tussen. Goeie paas op Silva. Kans voor zijn tweede gaan, bal terug naar achteren. Waarom? Dat wil je dan dit Ja, Dat is totaal verkeerd. 2-0 nog steeds. Had hij ook niet meer kunnen worden. Veel wissels nu met May United. De grotere spelers komen erin. Fernandes komt erin voor VK, Martinez komt erin voor Calvert Lewin. Dat zijn de wissels tot nu toe bij Manchester United. Deze tackle is hard van achteren. Van uh, AB. De man die uh, deze wedstrijd mocht starten. Die ze tot nu toe helemaal niet hebben kunnen laten zien. Zijn dat wel een van de spelers die we misschien ook gaan uitlenen uh, zometeen meteen in de winterstop. Want het is nu voor uh, Manchester United. 61 minuten. 2-0 voor Feyenoord. Silva van den Berg met een doelpunt. Van Bissaka nu. Echt wel richting... Uh, zijn medespeler Casemiro, Bruno Fernandes. Gevaarlijk spel natuurlijk met hem. Bruno Fernandes terug naar achteren. Casemiro. Oh, we oppassen nu. Kessi. Goed gedaan door AB. Die de bal nu snel mogelijk naar voren probeert te krijgen. Dat lukt hem ook, jazeker. Van den Berg is niet snel genoeg, denk ik. Van den Berg geeft hem dan naar Silva. Silva komt daar langs. Goed. Fabio Silva, Fabio Silva. In de redding van De Gea. Was de kans voor het doelpunt, maar hij gaat er niet in. Ik ben besluit de rest van de wedstrijd te simuleren. Is het riskant? Ja, als we gelijk spelen is ook geen ramp. Maar je moet deze wedstrijd gewoon kunnen winnen. Je moet deze wedstrijd gewoon alles gewoon kunnen winnen. Ja, het kan natuurlijk gebeuren dat er nog twee tegendoelpunten komen. Maar dat hopen we natuurlijk niet. Dat hopen we natuurlijk van harte niet. Nog steeds 2-0, laatste kwartier. In Feyenoord mag dat nu nog tevreden zijn met een 2-0. Gelukkig hopen we dat het zo blijft. Het laatste kwartier van de wedstrijd. Het doelpunt van Van den Berg en Fabio Silva. Waar we wel nu meer nee, het mee uitkomt. Ook met het doelpunt komt. Rashford met de 2-1. En wordt het nog spannend gemaakt in de laatste 10 minuten. Op dit punt zou ik er twijfelen of ik wel inspringen. Maar ik heb besloten om het niet te doen. Gewoon de wedstrijd uit te spelen. En kijken of het team zich ook zonder, ons, zonder mijn hulp kan redden. En misschien gewoon de 2-2 vast kan weten te houden. 10 minuten nog te gaan. 9 minuten nog te gaan. 2-1 nog steeds voor Feyenoord. Van het Berg en Fabio Silva. Trouwens, nu ik hier toch zo spreek. Er komt vandaag ook een cover van mij. Van een nummer van André Hazes. Rode Licht. Die kun je kunt dus gaan verwachten dat er ook geen voorspelling komt. Geen west naaflevering. Dus vandaar dat er iets anders komt tussendoor. Hè. Dat doe ik als vaker. En nu ook weer dus een cover van mij. Westcovers, Ik heb al vaker koffers gedaan op dit kanaal. Waarmee je naar nou, het nu eruit komt. En is 2-2. Het is de invaller Bruno Fernandes die. United aan een punt helpt hier tegen Feyenoord. En helaas kunnen wij dus niet hier toch nog weder te winnen. Want hebben we wel zonder 2-0 voor? Komen hun terug met 2-2 in de tweede helft. In de laatste 10 minuten kwartier. En is het dus afgelopen uit. Spelen dus gelijk tegen Manchester United. Waar we hadden moeten winnen. Maar goed, ik ben niet ontevreden. Want we speelden wel goed. Dus ja laten we het daar maar gewoon vast zien te houden. We gaan nu door naar de wedstrijd in de competitie. Een paar die we gaan simuleren. En dan gaan we kijken hoe ze zich daar staan kunnen houden. Tegen Fortuna uit gaan we de tweede elftal spelen. Kijken of de tweede elftal goed kan presteren. Ja, we hebben het zelf samengesteld. natuurlijk jonge spelers. Verzamelijke wedstrijden met Slovenië. Die ga ik ook gewoon simuleren. Want ja, vriendschappelijk is helemaal... Maakt helemaal niks uit. Dus ik ga gewoon dit elftal erheen sturen. Ik ben het helemaal mee eens. Ook blakke doelman natuurlijk. Die Aloufiets en zo zijn er allemaal bij. Dus daar hoef ik niet aan te kijken. Heb ik de laatste keer al bijgezet. Even kijken van toch weer niet uitgeleid van de Venn. Dat is ook wel frustrerend. Hè? Dat denk je ze uitgeleid te hebben, dan gaat het toch weer niet door. 1 uh, oktober hebben we de wedstrijd tegen Fortuna Sittard in de competitie. Even kijken, uh, maandelijks uh, jeugdteam scouts dingen. Deze spelen weer. In lening voor een Lening uh, van een kortrijk voor uh, Calata. Nou, accepteren hem maar nog een keer, kijken of hij nou wel akkoord gaat. Hier van de Venn afgebroken. Daar kwamen ze er niet uit. Oké, okay, prima. We gaan het ook niet uh, vragen. Vaar Fortuna. Met ons tweede helftal kunnen we het tweede helftal hier winnen van Fortuna. En wat doen we? We verliezen gewoon kaart met 3-1 van Fortuna. Dat had ik niet verwacht met het tweede helftal, maar toch, het gebeurt wel. En hebben we hebben dus verloren tegen Fortuna City. Dan gaan we nu de twee vriendschappelijke wedstrijden in met Slovenië. Tegen Portugal en Denemarken, de twee die ook gaan simuleren, gaan ze niet spelen. Is vriendschappelijk niet belangrijk. Geen kwalificatie voor EK of WK of weet ik veel. dit voel me mij wel in het EK. Aankomende zomer volgend jaar. Dus deze, dit, dit, dit seizoen nog. Dus daar gaan we dan ook volop uh, van genieten. Even kijken. We staan bovenaan: 24 punten. PSV 22, Ajax 21, AZ 16, Pexel 16 en Vitesse 15. Dat is de top 6. Nu de wedstrijd tegen Portugal voor Slovenië. Die ga ik even via de kalender uh, simuleren. Is niet zo belangrijk. wedstrijd zijn de Portugal en Denemarken. Moeten toch. Ja, Portugal, Portugal misschien niet, maar Denemarken zou toch kunnen winnen. Portugal, dat verliezen we met 2-1. En Denemarken, wat doen we daartegen? Die winnen wij met 1-0. Kijk, okay, dat is mooi toch? Verloren en gewonnen, maar wel gewonnen, dat is het beste. Even kijken, schorsing. Maandelijkse scouts. Hier eentje van België. Deze Belg is niks. Deze Belgische is niks. Deze Belg is ook niks. Deze ook niet. En deze ook niet. Zo is in België helemaal niks. Geen goede. Nu in uh, Ghana volgens mij deze niet, deze ook niet, deze ook niet, deze ook niet en deze ook niet. Ghana niks. Nou, de laatste dan, Nederland. Kijk of daar wat tussen zit. Deze niet, deze ook niet, Groen niet, Sanders niet, deze ook niet, deze ook niet, deze ook niet en deze ook niet. Helemaal geen goede jeugdspelers. Calatas uitgeleend, oké, okay, voor twee jaar. Een kortrijk. En wij hebben nu de wedstrijd tegen FC Utrecht in de competitie. Die natuurlijk nu gewoon met het baas zelf nog ga simuleren. En dan de volgende aflevering. staat er met de wedstrijd tegen FC Porto in de Champions League. De lange, onze aanvaller, gaan we voor een jaar proberen uit te lenen. Zodat we hem dus ook even ervaring laten opdoen daar. Ik weet niet welk land het is, maar dat maakt niet uit. Als hij gewoon maar ervaring opdoet, is het gewoon het beste. Voor hem natuurlijk. En wij gaan kijken wat we kunnen doen nu tegen FC Utrecht. Weer een aanbieding. Ja, winter. Die gaat naar Groningen. Die ga ik gewoon direct verkopen. Een speler die we toch al niet. Uh, Gebruikte, die gaat nog FC Groningen. Ik kan hem ook al vertellen, hij gaat verkocht worden. Ik ga deze video zo langzaam aan het afsluiten. Jullie gaan nu zien wat er tegen Utrecht gaat gebeuren. Winnen wij van Utrecht? Wat doen we tegen FC Utrecht? Tromgrof met ons basiselftal. Wat doen we tegen FC Utrecht? We spelen gelijk 1-1. Bek eens? Maakt op zich ook niet uit. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Tot morgen weer bij een nieuwe Feind Mode. Tot vanmiddag bij een nieuwe Mode En bij de koffer. En dan zeg ik tijd is als nu. Later.